Sportsmanager Sven Vermand. gisteravond werd bekendgemaakt dat we een nieuwe aanwinst hebben. Michael Almebak. vertel eens wat voor een soort speler is het? Hij is een centrale verdediger die wij al een tijdje volgen. Die vooral verdedigende kwaliteiten heeft, maar ook voetballend goed uit de voeten kan. Dus dat is een volgende versterking voor onze verdediging. Het is niet de eerste Scandinavië, ook niet de eerste Zweed. Het valt toch op dat we een beetje op zoek gaan naar het noorden blijkbaar. Is, dat een, is daar een bepaalde verklaring voor? Um, is er is een bepaalde verklaring voor. Ik denk dat we qua typering wel uh, eerder naar, naar dat soort types uh, zouden gaan. Maar het is ook niet uitsluitend uh, naar waar dat we kijken. Ik denk uh, als je nu de, de transfers tot hiertoe bekijkt, dan denk ik dat we drie uh, Scandinaviërs hebben en de andere vier niet. Dus uiteindelijk zit er nog wel uh, een evenwicht in, Maar het is vooral het type dat moet passen bij Clubrugge. En dat is niet zozeer enkel en alleen maar afhankelijk van uh, de nationaliteit. Wat maakt van uh, de speler een Clubrugge-speler? Gewoon zijn mentaliteit, zijn, uh, zijn profiel. Dat past gewoon binnen, binnen het profiel dat wij zoeken als uh, centrale verdediger. Uh, we waren niet de enige die uh, in de reis waren uh, voor de speler. Er waren nog andere kapers op de kust. Hè? Ja, dat klopt. En ik denk dat dat uh, ook de realiteit van het, uh, van het voetbal is. Ik denk dat het gewoon zo is dat je zo heel snel moet proberen op de bal te spelen. En uh, dat je die zaak kunt afronden. En dat is nu gebeurd. Een centrale verdediger, ja. Uh, Eigenlijk was er of is er nog altijd een heel goed centraal uh, duo achterin, Donk van Gijzeghem. Is het dan iemand die de breedte versterkt of toch iemand die ook aanspraak maakt op een uh, basisplaats? Ja, dat is uh, een zaak die voor de trainer is. Ik denk dat het gewoon zo is dat wij onze, onze kern gewoon willen versterken. En wie dat er uiteindelijk dan gaat spelen, dat zal van de, van de kwaliteiten en de, de vorm van de speler afhangen. En de keuze uiteraard van de trainer. Is de honger gestild of kan er nog altijd iets komen? In life you never know. Hè.